Verdriet, verslagenheid en woede. Het zijn herkenbare emoties voor mensen die ooit een dierbare zijn verloren. Een gevoel dat je, zeker na enige tijd, vaak niet meer kunt delen met je omgeving. Toen mijn vrouw pas overleden was, toen heb ik dus allemaal appjes gekregen van god wat vervelend en naar en zo. En dat heeft dan ongeveer een paar maanden geduurd dat de mensen mij dan vroegen hoe het met hen ging. Maar na een paar maanden is het dan gewoon, dan hoor je niks meer. Dan is het gewoon over volgens hun. En dat is natuurlijk ook logisch, want zij gaan met hun leven door. En ik moet het maar alleen zien te klaren. En daar hebben veel nabestaanden mee te maken. Zo weet ook Maya Stomp, weduwe en schrijfster van het boek Wij weduwen zijn een taai volkje. Volgens Stomp heeft het verlies van een dierbare vaak veel gevolgen. Je raakt gezamenlijke taal kwijt, gezamenlijke grapjes, gezamenlijke historie. Soms raak je ook gezamenlijke vrienden kwijt. Soms raak je ook een stuk van je inkomen kwijt. Dus dat gaat gepaard met allerlei vervolgverliezen. Om rouwenden te helpen in dit moeilijke proces is er nu dus het nabestaande café, waar lotgenoten steun bij elkaar kunnen vinden. Niks is gek. Alles kan gezegd worden. Er hoeft niet per se wat gezegd te worden. Je mag ook gewoon komen en aansluiten om tips van anderen te krijgen. Dat is ook prima. Toch blijkt alleen het samen zijn met gelijkgestemden al heel waardevol te zijn voor veel nabestaanden. Ik kan tegen heel veel mensen in mijn omgeving vertellen wat er gebeurt. Op het moment dat ik met gelijkgestemden ben, hoef ik niks uit te leggen. Die begrijpen en je kan je gevoel vertellen en die snappen wat er aan de hand is en wat je voelt.